De grenzen van de verzorgingsstaat zijn bereikt. Dat betekent dat richting 2060 er dus bijna een verdubbeling van het aantal 65-plussers is. We staan op het punt van 3 decentralisaties. De Nederlandse verzorgingsstaat staat aan de vooravond van de grootste herzieningen die we ooit gekend hebben. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat we op dit moment zien is dat technologie, internet, heel veel werk van mensen aan het overnemen is. Waar is de overheid eigenlijk nog van? Dan heb je het dilemma van de representatieve en participatieve democratie. Ga nu naar omoek.nl en kijk het college van Tim Putters.